van YouTubers en welkom weer bij een nieuwe video. En het is lange tijd geleden dat we nog eens gereageerd hebben op een video. En zoals je ziet bevinden we ons op het kanaal. En dit keer reageren we met z'n tweeën. Het gaat zoals altijd weer over oude video's. Dus ook deze keer gaan we eens kijken in deze playlist, want Hier gaat het dan uiteindelijk om. Oké, mensen. Ga niet. Yo, mensen. Allee, het begint direct. Oké, we zullen direct beginnen. Hier is de video. Nee. Alleen met die balk staat in de weg. Laat hem maar. Wacht. Wat. En vandaag gaan we beginnen met een video. De chocomelk is heel lekker om de dag goed mee te beginnen. Ga niet aan denken. Maar vandaag gaan we dus vertrekken. Het is al dikke. Mensen, dit was echt fucking cringe om terug te bekijken. 3 jaar geleden was dit ongeveer. Maart 2017. Dit was een dag vol kloterij, jongens. Ja, inderdaad. Zoals het gewend zijn als we samen op zoek gaan. Dus we gaan even doorspoelen naar het moment dat we samen kwamen. De kwaliteit van de video is trouwens ook kut, zoals alle oude video's. Ik kan het niet zo goed zeggen. Maar we gaan nu uitstappen. Let it go. Oké, we zijn nu aan de kerk en vandaag ben ik hier samen met Stef. Yes, the one and only Digo Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! En daar komt de muziek. Jona is op de liel. Ja, ja, we zitten in de bus. Stiekem met Jens en Stef. Jongens, mensen, we hebben echt. Er was iemand random nog. Ja, er zat nog iemand. Dat was toch die dag dat die. Die dingen is er op de bus kwam, een random Milo. Ah, nee, dat op de. Ja, dat kan. Maar dat is hem niet. Nee. Ik dacht wel even doorspoelen naar Aarschot op de bus was het. Dat we naar de Mac naar de markt gaan. Oké, begin maar met blauwe tongen. Blauwe tongen. We zijn aangekomen, we hebben een soep gekocht. Terwijl Stef in de zak als ik. We gaan nu eten scoren, mensen. Ja. Dus tot meteen. Wow. Nu gaan we een hamburger kopen, ja. En ik wil wel zien. We zijn aangekomen bij een lekker kraam. Ja, dan. Allemaal olijven, mensen. Wat een lekkere kraam. Een pizza. Ja, lekker. Een pizza met extra olijven. Lekker, ja. Blijven, Jens. We gaan nu zoeken naar een hamburgerkraam voor Put. Voor Put. Ja. En wij willen graag grillworst tussen een broodje. Dus we gaan zoeken daarvoor, mensen. Ja, ik had hem met een volkraam. Maar ja, nee, van een media. Dit was onze wekelijkse markt, mensen. De laatste jaren, middelbaar, vijfde en zesde, toen we als middags buiten mochten. Dus gingen wij donderdag altijd naar de markt. Ja, altijd prettig. Best genoeg komen die oude vrouw. Wacht, dat loopt alles zo uit en dan moet je handen weer wassen. Maar ik doe met je zo. Wat doe je allemaal licht, joh. Dat is allemaal licht, joh. Oké, we gaan nog even verder. Dan hebben we moeleuwafels. Moeleuwafels. Ah, als braadworst toch wel? Nee, curryworst. Nee, curryworst. Laatste bestelling en dan gaan we naar het kruidvat. Let's go. Maar nu smikkelen, jongen. Maar dat kan ik niet doen terwijl ik film nu. Ja, ja, mensen. Moeleuwafels. Lekker uw poot. We gaan nu naar de kruidvat. Sloep, nee. Wauw, ja, voor condooms, mensen. We hebben daarna een condom challenge opgenomen, de dag daarna. Toen Jonas hier bleef slapen, godmonde. Maar ja, die video hebben we dus ook willen
opnieuw willen uploaden, maar dat is niet goed gekomen. Ja, die is teruggeblokkeerd direct daarna. Wegens ja, stikkingsgevaar. Ja, ja, condooms over uw koppen. Hij is natuurlijk weer. Ja. Hier ga ik bestellen. Kom op, puntje, ik vind het. Ja, waarom? Ik was echt fucking bang, mensen, niet normaal. Okay, dan gaan we even door naar het eerste echte. Ah oh ja, wacht, hier is gebeurd er nog iets. Nu is dat de normaalste zaak van de wereld. Papi, kom laat even zien. Papi. Wacht, Stef. Ik doe nog even het eten hier, hoor. Voor we verder gaan, wil ik nog even iets grappigs doen. Want Jens heeft scheerschaam mee. Ja, ja, we gaan even een smack hem doen. Wacht even. Daar heb je gelet bij. Nu! En jij wil een smack hem op de vuilbak. Die vet op de handen. Smack hem! Dat hoor ik gillen. He fucked up. Smack hem op je in. Doe nog één op de vuilbak. Nog één even. Smek! Hoorde je Jonas gillen, ja? Niet normaal. En het erge is, mensen, dat er nog niks veranderd is, hè? Nee, ik doe dat niet meer zo veel als vroeger. Behalve, jawel, je doet het nog altijd, joh. Het enige verschil met mijn vroeger is dat je toen een kuif knat, joh. En nu heb je vet haar. ik heb blokjes nu. En ik heb het ingesproken in de video, we hebben niks in beeld gebracht. Maar daarna kwamen dus twee vliegen af, hè, mensen. Ja. Natuurlijk was dat puur toeval dat ze daar rondliepen, maar ja, als ze dat scheerschuim zagen, ja. Ah ja, dan kwamen we hier op de bij de Engelberts. De scheerste winkel van Aarschot. Ik ben zo aan het bellen. Ik heb ook Pokémon Sun. Ja, dit gaan we overslagen, want dat is een gepiep van hier tot in Tokio, omdat hem namen noemt van... Hier gaat hem een step pakken, hè. Ik ga weer een step aan Jensje langs stellen. Oké, nee, dat zijn skateboarden waar... nog wieltjes aangezet moeten worden. Hey, Jens, film! Ja. Daan stunt step in de house! Oké, jongen, jumpen, ja. Oké, dan gaan we jumpen, ja. Ja. Dat verdwijnt hem erachter in een hoek. Oké, we gaan wat verder. Oké, dit is een stuk die iedereen moet zien. Oké, we verlaten dit. Stuur, dat is 5 euro voor kei weinig, hè, dus dan ga ik mijn geld niet. Oké, gaan we het krijgen. Klopt. Dat is fucking veel, ja. Allee, dat is fucking veel geld voor kei weinig. Nee, maar met kloten. Oké, we gaan het volgen. Turn down for what? Oké, we zullen eens expliceren mensen wat er gebeurd is toen, hè? Want ik heb maar een klein stukje gefilmd. Jonas zag weer een brommer staan en de typische reactie van Jonas is: ik kan even doen alsof dat van mij is. Dus hij ging erop zitten. Dan ineens vanuit het niks hoorden wij iemand roepen vanuit dat raam. Hoe wil je daar eens vanaf blijven, zei ze, jongen. En die stak haar middenvinger uit en... en dan deed Jonas dat terug en ja, dan zouden we gaan lopen. En echt, later die dag kwamen we nog eens terug voor zogezegde payback. Hey, Jonas die legde toen kiezelsteens voor de deur in zijn ding daar. En dan ding dong, dan gingen we al gillend van de. Vroeger liep Jonas echt als een kieker, en met zijn kabos op zijn rug, zo als een kieker. Ja. En toen, zo liepen we er van weg van die deur, dat is fucking geestig. Ding dong. Dat was niet op beeld. Nee, ik had me al achter een hoek verscholen, toen hem dat tijd. Bij de volgende, kijk eens hier.
Kijk, hier staat er een boodschap in beeld. We waren dus naar onze school gegaan toen. En daar hebben we wat liggen kloten. En daar hebben we problemen mee gehad achteraf. Dus ik heb er niet voor gekozen bij de re-upload om die beelden erin te laten. En ja, we kunnen wel even zeggen, niemand weet toch over wat het gaat. Het waren daar een paar van die containerlokalen, je weet wel. En een van die lokalen, daar geeft een lerares les. En die heeft echt zo de vorm van een peer, mensen. Dus ik heb dan met scheerschuim heb ik peer op die deur geschreven. En dan pak jou, peertje. Ja. Maar ik geef geen details, geen namen, niks van. Oké, dan gaan we... het creepy huis is ook nog een onderdeel. We gaan dus nu fucking even... Net de bloemen wel mooi. Gaan we eens even... Het huis filmen. Ja, kijk. Creepy huis, hier is echt gewoon niks meer. Zie je een cross? Echt, ziet dat, is echt eng, joh. Maar we willen echt wel eens binnen gaan, hoor. Ja, we zien die deur, die is vast, hè. Na 100 likes zijn we weer binnen. Kunnen we... Na 200 abonnees zijn we weer binnen. We kunnen dat niet, we kunnen hier niet binnen. Ja, mensen, dat was letterlijk een gedacht geweest, hè. Meer dan deze hebben we uiteindelijk niet gefilmd, denk ik. We hebben bij de tweede vlog ook weer een paar beelden gemaakt dat we de tuin in liepen. En een paar dingen geslaapt. Ja. Tegenwoordig is dat huis geen krot niet meer, ze zijn er aan het verbouwen. Maar die dag, ik ging dus met Jonas dus de tuin in. En toen kreeg Jonas legit een brief binnen met verboden terrein. Dat was wel angstaanjagend. En Stef die heeft ook nog een bericht gestuurd met dat er een vent afkwam. Ja, dat kan bluf geweest zijn om ons af te schrikken, maar dat van het bericht was wel een beetje verdacht. Dus daarna mensen zijn we de berg van Aarschot opgegaan, want Aarschot bestaat uit veel hoogteverschillen. Dus hier gaan we omhoog. Holy crap, mensen. Wacht, kijk even waar we zijn. We zijn de fucking... Holy fuck. Hier is de tuin. Ja, dat is de tuin, ja, zo. Hier is de enge tuin van de huis. We gaan een beetje door. Ja, mensen. Grote verschil. Ik zie dat is moeilijk. Nu zijn we klappen, maar... Zie dat heel? Maar het is dat gingen we verkennen, toen we dat. Ja, toen we Aarschot gingen verkennen, we dat gedaan. En dan gaat het over een schommel die daarboven stond. Maar ja, die is er niet meer. Ja, op het moment van opnames hier stond die er niet meer. Okay, we gaan even verder kijken wat er nog te doen was. De nachtwinkel. Ja, we gingen hier in de nachtwinkel, daar gingen we ook vaak binnen. Als het school gedaan was, dan gingen we naar het station om de bus te halen. En dan aan het station was er dan een winkeltje en daar gingen we eens af en toe iets kopen. Ja, waaronder is een keer een vape gaan vragen. Voor Stef. Maar wij hebben al sinds niet gekocht en dan gaan we sowieso binnenkort een chat. Ja mensen, kijk, die Mentos, die hebben we gekocht voor de Cola Mentos. Ja, voor de Cola Mentos. Ook een video die we de dag daarna hebben opgenomen. En we hadden ook een paar flesjes cola. Nee, die colas waren van thuis. Maar die Mentos die trokken op niks, er was niks gebeurd. Dat is rot. Maar we hebben wel die video terug online gezet, die hebben we gezien. En dat was de 100 abonnees special. En over dat creepy huis nog even vergeten. Bij de 200 abonnees waren we echt van zin om daar naar binnen te gaan. Maar wij wouden dezelfde dag nog inbreken in dat huis. Maar we hebben helaas geen ingang gevonden. Dus ja. Spijtig genoeg. Maar anders was het er wel gekomen als we 200 abonnees gehad hadden. Challenge meedoen. Kijk, je hebt hier allemaal dingen. Deel dit kanaal met alle vrienden. En dan gaan we nu verder naar die plek. Dus dit stuk gaan jullie niet mogen zien. En we zijn nu op de grote markt en we zitten hier gewoon op fucking chille stoeltjes. Ja, kijk daar, zo ziet het eruit. Ja. Ja, zo en dan moet je zo op. Wat hebben we hier? Minder aankopen in het kruidvat. Ja, ik heb... Nee, luister. Echt. En nog één keer... Als je nog één ding zegt voor ik binnen ben, dan vraag ik je pa. Ah ja, hier waren we aan het uitleggen wat er nog was gebeurd op de grote markt. We hadden daar... Ja, we zullen het nu maar even uitleggen, want daar is het een beetje met die wind en zo. Ja. En kutkwaliteit. We hadden dus een Cola Mentos gedaan, vlak voor reisbureau Tui, op de grote markt. Ik had dus een klein flesje cola, ik giet daar Mentos in, dat kwam een klein beetje uit, niet zo heel extreem natuurlijk. En dan ineens kwam die madame van Tui naar buiten, en die zei, als die coca tot bij mij uitkomt, kun je dat komen schoonmaken.
En Jonas met zijn franke teut natuurlijk weer. En dan, als je nog één ding zegt voordat ik binnen ben, ga ik je pas vragen. Ja, en dan wou Jonas weer een payback doen. Laat me raden, kiezelsteentjes tegen de ruit zwieren, huppla, tingelingeling. Ja. Ja, het was een rotdag, jongen. Dat was... Toen de tijd hebben we ons vaak in de misère geholpen. En toen dat jaar, dat was in het derde middelbaar, het erge was, ik deed gewoon mee met zijn spelletjes. Jongen. Ik was toen een fucking meeloper, maar het jaar daarop, in het vierde, is dat einde verhaal geworden, hè? Ik ben veranderd toen. Kalm, jongen. Pas, hè. Dat kan je ons ook al. Ja, die was al binnen, hè, dus die had... Maar! Komt er maar blazen, hoor. Ja! Oké, nu gaan we de busreis terug naar huis en dan gaan we nog één interessant ding doen. Tot zometeen! Ja, we moeten wel achterin gaan zitten, hè? Ja, hopelijk lukt het. En we zitten nu in de bus. Ja, ja. Oké. We hebben het allemaal verwend. We waren mentos in een cola. Wat een bruin, die gewoon pakken, hoor. Misschien werkt die beter, hè? Misschien werkt die meteen, misschien. Schiet in de bus. Nee, geen likes, maar... Ik ging nu nog een condoom opblazen in de bus en ik ging dat loslaten, mensen. Dus ik ga even het stuk Vin zoeken. Want het is van de eerste keer niet gelukt, toen had ik het niet te goed losgelaten. Ah, het is niet te groot. Dan gaan we die loslaten in de bus. Ja, ja. Ik zie jullie als hij is opgeblazen. Mensen, check hoe groot dat is. Kijk maar. We gaan hem nu loslaten in de bus. Dus leg hem, pak hem hier en dan weg loslaten. Niet hier, meer dan daar. Nee, meer. Hoog gaan we dan los. Wat doen we een volkje? Schets ons. Doe het, 3. Nee, wacht. Nu gaat hij concentreren voor de bochtje nemen. 3. Wat hè? Nu concentreert hij zich, los maar. Hoe hij is hier. Ah, nee, dat is niet goed gegaan. Wacht, volgende keer. De tweede keer wel, hè? Ja, hier is het wel. Ze bieden zijn bocht maar. Ja, oké. Zie jullie zo meteen. Maar die was groot. Die mensen hebben. Die gaat hier een bocht maken. Dus we gaan de camera nu doen. Hou hoog en los. Iets hoger houden. Nu gaat hij geconcentreerd nu. 3, 2, 1, nu. Daar! En we gaan naar huis. Okay. Die gaan eraf, maar het maakt niet uit. Ik ga er later af, maar ik kom straks naar hun. Je gaat het niet zien, maar we zien wel een comment challenge morgen op een andere dag. Fuck you, see you later. En dikke pater, see you later. We verwachten 15 likes en die hebben we gekregen. Ja. Dus ja, veel compilaties mensen, was zoveel gebeurd die dag. Allee, dat is een dag om nooit niet meer te vergeten. En, gaan we nooit opnieuw doen. En ja, dus Jonas is dan bij mij komen slapen die nacht nog. En dan de volgende dag hebben we de condom challenge en die cola mentos opgenomen voor aparte video's. En wanneer was die cake challenge, die crazy milk, wanneer was dat er? Crazy milk, dat was niet, dat was een andere dag. Dat was ook plezant. Maar zo zijn we eigenlijk aan de laatste reactievideo gekomen, maar... We kunnen ook nog op andere video's gaan reageren van... zoiets als deze. Zoals die crazy milk, zoals Jonas juist zei. En die... Ja, dat is ook een toffe video. Ja, de condom challenge, daar zullen we maar niet op reageren. Dat zal toch slecht aflopen waarschijnlijk. Ja, dat kennen we. Dus ja, we gaan terug naar het kanaal. Ja, dit was de reactievideo. Het is lang geleden dat er nog eens gereageerd is. Het was natuurlijk van de Bos video's, de Nightmares serie. Dat kun je ook nog eens doen. Ja, daar had ik al op gereageerd en dat was lang geleden. Dus. Dit was nog eens een reactievideo, dus tot de volgende video. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Het was zeker een leuke video, de Jaarsvot vlog. Maar wel slechte kwaliteit. Dus tot de volgende video en ciao. Laters.